Word jij ook wel eens gek van al die sociale ongeschreven regels waar je je niet aan kunt houden? Vandaag gaan we het erover hebben. Als ik mensen me ken en de situatie is zo dat ik met iemand anders loop en ik zie iemand die ik herken... Ja, dan wil ik eigenlijk diegene niet zien. <laughs> je hebt ze wel goed verhaal, want nou, we hebben dit helemaal niet voorbereid. We hebben niet voorbereid, nee. Ik ze gewoon uit je Heb je, je nou nog al? wat andere voorbeelden? Wat triggert jou en waarom? Spannende vraag. Ja, wat triggert jou en waarom? Nou, Deze wat, week, de afgelopen week. Wat mij de afgelopen week wel triggert is... Um, Trigger kan je op een, op een positieve manier opvatten en op een negatieve manier. Ja, dat is, dus het is wel een, een positieve... negatieve trigger, denk ik. Op oh, negatief, ja? Ja, ja we oh. hebben de documentaire gekeken van uh, Robbie Williams. Yes, yes, yes. En wat mij dan heel erg triggert is dat je heel vaak in die verhalen hoort hoe ze zo kapot gemaakt zijn in de media. Ja, echt bizar. Dus en dat die ja. mensen er echt in die tijd ook on aan onderdoor gingen. Ja. Uh, maar dat de, de meeste mensen een soort van idee hebben, omdat het iemand is in, in een wat hogere positie of een wat, uh, ja, hoe zeg ja, ik het eigenlijk? Ja, gewoon met succes. Iemand met succes, dat je daar maar alles over kan zeggen, omdat diegene toch een soort van uh, het niet mee zou krijgen. Ja, en, om, en, en een beeld wat ze dan laten zien dat iemand dus een soort van arrogantie heeft of zo, en wat ook niet per se, ja, wat je ook een beetje moet in de context moet plaatsen, toch of zo? Ja. Ik vind het altijd wel dubbel, want aan de ene kant denk ik van ja, oké, okay, soms doen mensen ook gewoon kut dingen en dan mag je daar echt wel iets over zeggen, hmm. maar wanneer is het te haten en wanneer is het gewoon uh, valide om het te doen, weet je wel? Ja, ik denk dat je best wel uh, opbouwende dingen en zo wel kan zeggen. Maar ja. om gewoon ja, iemand helemaal... Uh, er was iemand die col een column had over Robbie ja. Williams. En dan elke week, denk ik. Ja, bijna elke week alles... Uh, uh, pot alles was, uh, was verschrikkelijk. En dan de lelijkste foto van hem uitzoeken ja. om erbij te zetten. Dat is ook zo erg. Ja. Dat je inderdaad van die lelijke foto's ook allemaal ziet dan. Dat ze dan ja. nog een extra, extra beeldvorming hebben. Mm -hmm. Ja, dat vind ik altijd... Uh, dat blijf ik bijzonder vinden. Dat dat zo... Uh, Normaal gevonden wordt. Dat we dan allemaal mening mogen hebben over iemand. Ja, wat mij een positieve manier triggerde... is dat ik dacht van... oké, okay, het is heel goed dat hij als best wel bekende artiest... hier zeker in Europa en... Uh, niet in Amerika, maar wel vooral in Europa en Australië mm -hmm. en zo... dat hij uh, over zijn mentale gezondheid praat. Ja. Want ik denk dat dat wel... Ja, je ziet het nog steeds gebeuren... door er nog steeds genoeg uh, artiesten uh, de grond in geboord... en dat soort dingen. Maar ik heb wel het idee dat het al iets minder begint te worden. Yeah. Ik denk dat dit soort docus het wel steeds ja, minder gaat worden, hoop ik. Ik vond ik het van. wel grappig om te zien dat hij eigenlijk best wel vanaf een jonge leeftijd al aangaf ik ben bang of uh, yeah. ik voel me niet goed. Ja, ook in die videobeelden, want yeah. de, de documentaire is dus opgebouwd vanuit videobeelden die, die ze backstage hebben geschoten de afgelopen 20 jaar. Mm -hmm. 30 jaar? 20 jaar? 30 jaar? 30 oh, was twintig 20 en... Ja, hij was 30, want het was 1990. Ja, hij begon met 20 volgens mij. Nee, ja. met 16. 16 begon ja. Hij, ja. Ja. Uh, de afgelopen 30 jaar heeft hij allemaal beelden geschreven en de, daar hebben ze het dus uit opgebouwd. En nu kijkt hij dus, uh, nu hij bijna 50 wordt, kijkt hij terug op alles wat er gebeurd is. en Het zijn vier afleveringen. Ik moet zeggen, ik vond hem iets wat traag in het begin, maar het was wel interessant genoeg om te blijven kijken. Ik vond het sowieso interessant. En ik vind hem wel altijd wel, in, in interviews zo dus vond ik hem altijd best wel sympathiek de afgelopen jaren. Um, dus ik was wel geïntrigeerd. Um, maar het is wel interessant hoe hij terugkijkt op die situaties en mm -hmm. op uh, hoe dingen zijn gegaan. En dat hij ook sommige dingen niet meer terug kon kijken. Dat hij bijvoorbeeld echt een paniekanval op het podium had gekregen. Anderhalf uur lang. Terwijl er 42 miljoen mensen naar hem zaten te kijken thuis. En daar waren er 9000 of zo. En dat hij gewoon, je zag het gewoon aan hem. Die ogen het leek net alsof hij stijf van de kook yeah. stond of zo. Maar hij, hij had gewoon een ernstige paniekanval op het podium mm -hmm. gekregen. Want op dat moment dronk hij en deed hij eigenlijk niks. Maar hij was clean op dat moment. Ja. Yeah. Nou, het, was wel, het was gewoon interessant om te zien dat iemand die zo. Want ergens idealiseren we als mensen, denk ik, volgens mij wel bekend zijn en, en ja. veel geld en dat soort dingen hebben. Maar ook mensen die dat hebben, die hebben gewoon veel problemen. En, ja. en je ziet gewoon mm -hmm. steeds vaker dat mensen die artiesten zijn en heel, en heel hoog staan, um, de meest fucked up uh, dingen in hun hoofd hebben. Ja, dat ze gewoon het nou, het het niet is, aan kunnen. Het is gewoon het is, niet het is, het is gezond. te veel, denk ik. Het is niet gezond. Nee, het is gewoon echt geen, uh, geen gezonde positie eigenlijk om zo bekend te zijn. Ja. En al die meningen en mensen die uh, opletten op je, ja, dat is uh, lijkt me verschrikkelijk. Ja, en we zijn natuurlijk ook nogal hard tegen, ze, omdat ze, ja, ze verdienen veel geld en uh, kijken ja, ze wel ja, dus wat ze maar doet. allemaal, uh, 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 omdat je veel geld hebt of of een luxe leven in mm. hun ogen leidt... dan dan moet je maar een soort van uh, ja. het allemaal nemen. Wat ja, de, ja, dan ben je een soort van gedehumineerd, gedehumaniseerd toch? Dus yeah. dat word je bijna niet meer als als mens gezien, mm -hmm. maar als een soort van entiteit of een soort van groter dan mens. Ja. Maar dat die mensen zijn gewoon mensen, uiteindelijk. Nou, en dat vind ik ook wel hier gewoon in Nederland op social media met uh, bijvoorbeeld bekende YouTubers hier in Nederland. Uh, dan zie je soms op Instagram komt er wel eens wat voorbij uh, van, ja, van jonge meisjes eigenlijk van hmm. een jaar of uh, wat is het, 18. Ja. En dan worden ze onder die komst helemaal kapot gemaakt. Ja. En ik denk dat zijn gewoon nog Kinder. jonge mensen. Ja. ja, jongeren. Als je ga, ga vooral, kijk, ik denk dat, ik, dat wij kijkers hebben en luisteraars hebben die dat misschien niet zo snel zullen doen, verwacht ik. In ieder geval mm -hmm. zullen er misschien wel tussen zitten die ook wel het zijn ervan denken. En iedereen denkt ze het zijn ervan, maar ja. het is ook nog iets anders ga je het reageren. Ga terug naar je 18 jaar. En als je jezelf zo online zet en dat iedereen maar een mening over je ja. kan hebben, ik denk dat de meeste mensen daar echt helemaal niet goed op gaan. Ik denk dat we daar. Uh, kijk, natuurlijk uh, is het ook verantwoordelijkheid van ouders bij jongere ja, kinderen. Om, om het van het internet een beetje af te houden, mm. denk ik. Mm. Op, op zo'n schaal van dat je, dat je zo bekend wordt op jonge leeftijd. Mm. lijkt me sowieso niet echt gezond. Maar om als volwassene van 30 iets op een foto van iemand van 18 te gaan plaatsen. van uh, uh, ja, wat zou het zijn? Uh, ja, uh, uh, je bent niets nut of je kan niks. Ja, of, uh, pak een kind van, ja, uh, van 18 of een ja, uh, uh, jonge vrouw niet. van 18... Uh, en dat allemaal omdat je denkt van... zij zijn uh, toch uh, zo bekend, dus uh, dan moeten ze dat, er maar tegen kunnen. Over. Het erg is dat je er ook allemaal in mee meegaat. Je gaat er allemaal in mee dat dat inderdaad een ding is. Dat, dat je, dus je, op een gegeven moment ga je zelf ook denken... ah oh ja, inderdaad wel een beetje raar, dit en dat en dat. Maar dan denk je er niet meer over na, omdat andere mensen het erover hebben... dat diegene 18 is. Dan moet je wel tegen jezelf zeggen... maar dus je is iemand van 18, hè? Ja. Nogmaals, weet je wel. En ja, je dus... moet dat goed erbij houden, inderdaad. Als je ergens wat plaatst, sowieso lijkt het me vooral verstandig als je hele negatieve dingen denkt, dat je die gewoon lekker zelf denkt. Ja, zelf denkt of, of opschrijft, partner, opschrijft. Of met je partner of voor uh, met een vriendin of vriend. Ja. Of opschrijft, inderdaad. Uh, want ja, uh, behalve als je die iemand echt mee gaat helpen, ja. lijkt het me gewoon handig dat je dat van het internet afhoudt. Nou, ik vind dat wel een sociale geschreven, ongeschreven regel. Ja, dat is een hele... Sociale regel. Ja, toch? Of die ongeschreven is, weet ik niet hoor. Die is wel ongeschreven, toch? Ja. Denk ik dat je gewoon. Hou je mening voor je. Ja, dat is wel ongeschreven, denk ja. ik. Het is ook niet altijd even duidelijk, natuurlijk, wanneer je nee. je mening mag geven en wanneer nee. niet. Sociale uh, ongeschreven regels, daar gaan we het vandaag over hebben. Want, Ik ben een autist. Uh, <laughs> Snapt die vaak niet. Hoe moet dat nou weer zo? Dat schijntje. <laughs> ja, ik snap ze zelfs. Dat ik dan ook weer zo tuttig moet lachen. Alsof ik, oh. alsof ik daarvan. Uh, uh, ja... Of ik het zelf niet wist of zo. Wat? Dat je een autist bent? Ja. Hier gaat ze weer. Weet je, had je zo'n tuttig lachje, dat hoor ik mezelf lachen, maar is eigenlijk uit ongemak. Omdat ik zeg dat je autist bent, ja. dus dan vind je het nog steeds ongemakkelijk? Nee, je mag wel zeggen dat je autist bent, maar de manier waarop je het zei, was natuurlijk niet heel erg uh, gewaardeerd. Nee, dat, dat is altijd, als ik het zeg, dan is het altijd met een knipoog mijn mm. Ik bedoel het niet als. Echt. Ja, je hoeft mij ook dat niet uit te leggen hoor. Want daarna zeg ik namelijk ook gelijk van ik snap ze zelf ook niet zo goed. Nee. Ik heb geen diagnose, dus kun, nee, op mij kunnen ze niks verhalen. Als je geen diagnose hebt, dan hoef je bestaat het dan wel hoef je überhaupt? Nee, hey, maar als je geen diagnose hebt, bestaat het dan überhaupt? Wat? Het probleem wat je hebt. Ah, nee, nee. nee toch? Nee, nee ze dan niet. Nee. Dus nee. ik heb ook helemaal geen last van angst, want ik nee. heb het nooit laten diagnostiseren, want ja, ik, ik wist toch wel dat ik angst had. Angststoornis dus had jij sowieso wel kunnen krijgen. Nou, ik wist nu toen ja, dat misschien. Ik moet wel zeggen, ik zeg altijd van. Oh. Op jongere leeftijd had ik het wel moeten krijgen, denk ik. Dan had ik het be be beter begrepen misschien. Maar op oudere leeftijd, toen begreep ik wel dat ik angstig was. Ja. Maar goed, ongeschreven regels. Ongeschreven regels. Ja, ik, uh, het is een onderwerp, denk ik, waar ik heel lang over door kan kleppen. Ja, ik ben benieuwd, ga maar beginnen. Want er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Nee, 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 <laughs> Oké, okay, de top 10 wordt nu opgenoemd, kom maar. Nou, ja, uh, uh, ik vind Eén. het... Ja, één, uh, daar hebben wij het wel eens over. Mens gedag zeggen op straat... In hoeverre moet je iemand kennen... eer je getal zegt? Twee. <laughs> um, uh, elkaar groeten en feliciteren op verjaardagen. Nou, dat vind ik echt vet ongemakkelijk. Hoe werkt dit? Drie. Um, ja, wanneer je je mening mag geven... wanneer het niet gewaardeerd wordt. Vier. Wanneer je over jezelf mag praten... wanneer het niet gewaardeerd wordt. Vijf. Um. Je hebt ze wel goed paraat... want we hebben dit helemaal niet voorbereid. Ik denk, we hebben zo... niet voorbereid, nee. nee gewoon ze gewoon uit je Heb je, je nog wat andere voorbeelden... Uh, ja, het heeft vaak met sociale contacten te maken. Voorstellen, toch? wanneer je iemand een uh, oh, ja. omhelzing geeft... en wanneer ja. je iemand een hand geeft en wanneer je drie zonde geeft. Of is nee, het gezond geeft. Het is wel goed. ja, een... Nee, nee, dat is anders. Okay. Dit is, dus als je goed is, gewoon onverwachts tegenkomen ergens. Ah, op die manier, ja. Okay. ja. ja, ja, ja. Dan slaat men echt mijn brein op... Uh, op uh, maar, oh, uh, misschien error. iets met... Uh, kan je bijvoorbeeld wel goed aanvoelen en goed... Uh, begrijp je het sociale aspect wel van in de rij staan en dat soort dingen? Of wacht je... op je beurt. Ja, wacht je? op je beurt. Dat is natuurlijk ook een. Nee, die begrijp ik wel, ja. Oké. Okay. <laughs> ik denk, vraag het <laughs> toch maar even. Wat ik dan niet begrijp is. Um, als iemand voordringt. Hoe, of je daar dan een hele heisa van moet gaan maken. Of dat je het dan maar goed ah, voorbij dat, moet laten. Nou ja, gaan. Ik, ik begrijp dat wel. Kan je het beste niet doen. Nee? Nee, want dan krijg je gezeik, joh. Daar heb je toch helemaal geen zin in. Eigenlijk kan je het beter wel zeggen van... joh, ik ben eerder, want dat is voor... Ja, dus misschien heeft het te maken met uh, hoe zeker je van jezelf bent. Ik had een keer zoiets ongemakkelijks oh, bij de Action. Vertel, vertel, vertel. Ah, ja, bij de ik stond in de lijn? rij bij de Action... en stond dus een uh, typische... Uh, nee, het is een dammer... stond er voor me... Ja, het is een dammer. En en, die hebben we hier uh, nogal genoeg. Bij de grote wagen... en natuurlijk schil lelijk erin. Oh, het was buiten, het was niet bij de Action nee, zelf? Nee, bij de Action binnen. Een grote wagen en een schil erin. Ze stond bij de kassa oh, bij wagen. De Action. Ik dacht gewagen van. Nee, nee grote zo kinderwagen. Zo'n klerenjongen. Ja. Ja. Uh, en die was dus. En langzaam was ze dingen aan het inpakken. Mm. Uh, op slakken tempo. Mm. En vervolgens was zij maar aan het afrekenen. En uh, ja, het wordt zoveel. Ik zeg, oké, okay, mijn pin is goed. Dus dat ding ging al aan, maar ik kon niet bij dat ding. Want dat wijst stond. ding Want die vrouw stond. Ja, die, die Pimmachine oh, oh, ja, ja. Je hoorde al zo'n piepje dat je dat, hem er tegenaan ja, moest ja, doen. Ja, 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 ja. ja, ik kon niet bij dat ding, okay. dus want die vrouw stond, oh, ervoor. Die stond ervoor. Ja, die stond de hele was boete. Gehoord, nee, 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 dat is oh. lang geleden. De hele boete blokkeren, dus uh, ik hing er zo'n beetje overheen. Yeah. Nou, toen begon ze me een partij te. Nou, ik mag het hier niet zeggen wat voor woorden daaruit kwamen, maar het was echt. Ik dacht van oh my god, ja, zijn we in Leidseveen beland? <laughs> Leid is erger dan Leidseveen? Hoor, meid. <laughs> Leidse, Leidse in mijn Veen, hoofd niet. Leidse Veen, uh, daar <laughs> moet je nog geld hebben. in Zijn we uh, in Iepenburg ik... beland, dan is dat beter? Weet ik niet. Oh, mag, Leidse meer. Veen is natuurlijk weer anders. Wacht even, is Leidse Veen... Ligt dat nou naast Ipenburg? Ja, ik weet niet. Volgens mij is het op een gegeven moment wel onderdeel van elkaar Waar geworden. Waar is, is het? wat hier aan overkant kan besproken worden? Is, is dat, het Leidseveen. dat Leidseveen of is dat Ipenburg? Leidseveen. maar volgens mij is het een, Waar ook is weer Ypenburg? apart van elkaar uh, is dan, samengekomen. Is dan Ipenburg dan weer bij Noordorp? Ik heb volgens mij gezien als Haag je even die... luistert dat Ipenburg en Leidseveen 1 zijn geworden. Dus gemeente Ipenburg, Leidseveen Ipenburg, zoiets. Den want het is gemeente Den Haag. Nou, maakt niet uit, er... Dus het zijn, uh, zijn wij. Ik denk, ben ik hier in, in hartje Den Haag het spuit. Deze discussie. Overigens moesten. Wat? Ben ik hier een hartje Den Haag het spuiten? Dat dacht ik even, toen is hij oh, me aan het schelden was daar <laughs> ja, bij de action. Ja, ja, ja. Dus uh, ik zei van ja, uh, maar toen was ik dus heel opgefokt geraakt. Mm. En dat heb ik nooit, nooit. Ik hou, nee, altijd, jij bent altijd, ik relaxed, hou altijd mijn mond. Ja, want ja. ik denk, hier heb ik geen zin nou, in. Nou, dat is helemaal waar. Jij kan wel als jij ineens de, 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 de switch hebt, dan kan je ineens wel Ja, dus die komen. switch werd aangezet door mij mm. door dat gescheld tegen me. Mm. Ik zeg van ja, nou loop dan ook gewoon door. Het, <laughs> en toen werd ze nog kwader Ja en toen ben ik echt met een uh, verhit hoofd uh, afgerekend. Ja, en ben ik. Ik echt goed. <laughs> ja, en mijn zus zei van waarom deed je dat nou? Want die, oh, was, ook niet, ja, die was ook ja, niet ja, gewend ja, ja. van mij. Ja, ik werd daar zo, zo gerijdenig van en dan zei ik denk, loop je met jou een gigantische bleep bleep wagen, loop je de hele boel te blokkeren. Ik heb sowieso een hekel aan die gigantische wagens overal die de boel blokkeren. Ik kan me niet kwijt krijgen dat je ergens in een kleine horeca-zaak komt en dat er dan twee van die gigantische wagens alle tafeltjes bezet houden. Hadden we letterlijk uh, een paar dagen geleden nog, toen gingen we ergens zitten en. De, waren er waren inderdaad twee tafels, die, die kon niemand zitten, omdat er gewoon twee van die grote kleren uh, dingen konden. <laughs> hele grote wagens en ook nog twee grote kinderstoelen waar die kinderen niet in zetten, want die waren aan het rondrennen. Ja, belachelijk. Ja, daar, maar kinderen is, echt, is misschien uh, een ander onderwerp en we hebben voor mij ook kijkers die kinderen hebben. Dus misschien, ja, nee, maar neem ze een inklapwagentje in als ze een, een bepaalde leeftijd worden. uitweiden, meid. Als een bepaalde leeftijd worden, neem ze een inklapwagen. Ja, dat is ook wel zo. Er was laatst iemand, die was in aan het die, die was, was heel zo... klein geworden. Dat was, dat was echt ook... een transformer. Zo. Ja, dan ben je sociaal voor de anderen. Dan kunnen ze ook nog op het tafeltje ja. zitten. Ja. Dan vind ik gewoon een ongeschreven sociale regel. verandering is niet lastig met die grote wagen van je. Dat is wel inderdaad een sociale ja. regel. Ja. Maar goed, die eerste regel, daar kan ik wel uh, in komen. Van wanneer begroet je nou iemand ja. en wanneer niet. Kijk, ik ja. Als ik mensen ken... En de situatie is zo dat ik met iemand anders loop en ik zie iemand die ik herken, ja, dan wil ik eigenlijk diegene niet zien. Dat <laughs> negeer Dat werkt dat niet, hè? Dat, dat negeer Dat, Nou ja, wel gewoon de andere kant op kijken. Ja, maar dat werkt niet in jouw brein, zeker. Nee, werkt niet. Maar ik kan nee. niet twee dingen bij elkaar. Dat gelukt me echt niet. Dat vind ik zo kut. Nee, want het wordt ongemakkelijk. En dan denk van, ja, wanneer is deze ongemak weg? En wanneer kan ik nou weglopen bij deze ja. situatie? Want om, ik probeer het altijd een beetje het gesprek dood te laten gaan. Hmm. Dan om dan te denken van. Dat heb ik ook eigenlijk in alle gesprekken. Als ik, het op een moment, als ik op een gegeven moment zelf niks meer zeg... dan, dan kan je er eigenlijk vanuit gaan dat ik er klaar mee ben. Ja, bij mij niet hoor. Ik zeg uit ongemak vaak niks meer. Oh ja. Maar, maar, maar even, mag ik even weten hoe dat dan gebeurt? Want kijk je dan gewoon weg? Ja. Of, maar jij zegt ook wel eens gewoon alleen hooi en loop door. Of is het altijd een dat gesprek of ik, wegkijken? Uh, nou ja, kijk, nu woon ik op, in een plek waar ik weinig mensen ken. Hmm. Heerlijk. Ja. Het liefst zou ik nog aan het niet meer willen leven als in dat ik eigenlijk niemand ken nee. die ik ken. Maar nu kan je, Want dat niet zo, dat wil ik wel even erbij zeggen. Want als kijkers naar me toe komen, vind ik dat helemaal niet erg. Mm -hmm. dat zie je ook altijd, dan reageer ik altijd heel vriendelijk. Ja, maar dat is ook wel omdat het een uh, iets is, een riedeltje wat je heel vaak doet, toch? Je weet ja, een vraag... beetje hoe je een gesprek kan aangaan met iemand die je video's kijkt. Ja, ja, ik vraag. En dan ben je al... ook op benieuwd. Het eerste wat ik altijd vraag is van, hoe lang kijk je eigenlijk al? Ben ik ben ja. altijd benieuwd naar. Ja. Het, ik doe wel hetzelfde. Ja, dat is wel waar. Ik doe wel echt, de, doe wel echt een riedeltje afwerken. Ja, maar ja, het zijn ook dingen die je wil horen. Bijvoorbeeld, wat vind je het leukst wat ik maak? Dus, dat zijn... Ja, dat vind ik altijd een soort van marktonderzoek, vind ik dat eigenlijk. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ja. onverwachte dingen, onverwacht iemand tegenkomen. Ja, die ik dus dat, wel ken. Dat roept wat erger op, omdat je waarschijnlijk dan denkt. Niet in die situatie. Niet, daar moet ik me op voorbereiden, misschien. Of zo. Ja, nee, ik wil niet dat. Nou, oprecht wil ik nooit dat het ongemakkelijk wordt. En ik weet dat ik gewoon zelf wel ongemakkelijk kan zijn. Ja dus ik weet al van dit, dit werkt gewoon niet dus doe maar gewoon niet mm -hmm. en dan kijk ik weg terwijl ik wil diegene echt niet negeren in die zin van ik zou heus wel hoi zeggen maar als ik weet dat er niet een gesprek uit voortvloeit yeah. vind ik het niet erg dan zeg ik gewoon hoi ja. Ja. maar dat ja. En in het Bijland heb ik dat wel vaak gehad dat ik dacht van oké, okay, ik kijk de andere kant op, want deze ken ik nog van de, middel, van de, middel, nee, van de lagere school, oh, daar heb ik geen zin in. En ik keek de andere kant op. Maar als je of voor, ging ik snel een winkel in. Als je dan voorbij loopt en, en dan heb je dan het gevoel van. kut, diegene heeft gezien dat ik hem gezien heb? Nee, dat interesseert me niet. Nee? nee. Oh, dat heb ik dan heel erg. En nee, dan, dan, dan ben mega zitten van oh, bij mij is het echt heel, wel heel ASO weer. Bij mij is het op het nee, maar is het ASO of gewoon goed voor jezelf zijn. <laughs> Je moet op een tea Is het A zo goed voor jezelf zijn? Is het A zo goed voor jezelf zijn? <laughs> ja, ik vind het altijd een tweede. Is het aso show of goed voor jezelf zijn? Ja, nee, ja dat is een goede afweging. Dat kan A zo zijn, hè? Dat kan A zo zijn. Ja. Maar ik kan dat gewoon niet zo goed aan. En het is onzin. En natuurlijk, ik kan het heus, er zijn heus momenten dat ik het echt niet zo ramp vind. En dat ik gewoon hooi zeg. Of dat ik gewoon een praatje maak. Maar de regel van wanneer is het praatje klaar en wanneer moet ik doorlopen. De, en die ongemak die ertussen... Ik zou wel eerlijk vinden als ik dat niet zo zou, zou hebben. Maar mm -hmm. ik vraag me af, zijn er veel mensen die dat niet hebben? Ik denk dat er veel mensen zijn die uh, dit onvervelend vinden. Ik vind vooral het onverwachte, denk ik. Iemand in een situatie zien waar je iemand ook niet in gewend bent om te zien. Ja. Maar er is nog nooit een situatie gekomen dat ik denk van... Diegene heeft me gezien en zegt geen hoi, dat ik dan boos ben. Ik zou denken, ook oh, chill. Heerlijk, ja. Heerlijk. Ja. En misschien heeft de ander dat ook wel ja, ja en dan maar dan ik vind is het, het gewoon prima. goed want voor is, de ander want het is ik, ik ben nooit boos op iemand ik ken niemand waar ik echt boos op ben of zo ben ik op iemand boos zit ik op jou afvragen? nee ik kan met als iemand mij zou benaderen zou ik gewoon vriendelijk doen en ik ben ik heb geen uh, vervelende gevoelens naar anderen toe maar dit kan ik me wel voorstellen dat een ander denkt van jezus ook een zo die, die spreekt me niet eens aan maar als de ander ook denkt, van, oh whoo, die heeft Mag ik die even zeggen? zeggen. Trouwens, als ik met mijn pa in de stad loop, heb ik het helemaal erg. Dan ja, denk ik, oh, ik wil mijn pa. Ja, ja. Dan heb ik helemaal zoiets van. Ook als ik dan herkend word door. Uh, kijkers of zo, hij vindt het wel leuk, maar ik vind het ongemakkelijk. Ja, zo. omdat dan je vader. Nou, uh, mijn vader ook een ongemakkelijke man. Of op zijn moment aan het wachten is. <laughs> Misschien dat, ja hij, dan. Ja, want hij gaat om net niet vragen van zal ik, je handte zal ik een handtekening zet <laughs> ben wel de vader ja, van nee, En wil waar. je nog een boek kopen ja. Ja. nee maar ik heb dat altijd ja ik heb dat echt als, als tiener had ik dat al ik vond het echt verschrikkelijk als ik mensen tegenkwam van de middelbare school zo, en zo, ja. ofzo, anders ik wel in mijn vrije tijd in mijn vrije tijd tij uh, nee liever niet nee. Nee. en ik ook vooral ik. met mijn ouders of zo ik weet niet ik wil in mijn wereld nooit met elkaar matchen liefst heb ik ook dat jouw familie mijn familie niet ontmoet Nee, dat, dat is ook dat is in die tijd heel gewenst hè, geweest ja. dat je elkaar. Uh, mijn moeder vindt dat heel normaal om als je eenmaal uh, bijvoorbeeld uh, bij elkaar samenwoont dat je ook die familie uh, andere familie ontmoet. Dat is nog steeds ook normaal. Denk. Ik denk dat ik dat natuurlijk wel normaal vind. Ja, ik heb dat nooit echt uh, nee, begrepen dat dat iets is wat normaal was. Ja, maar ik vind, het wel, ik vind het wel normaal. Ergens dat je elkaar ziet, want je gaat op stel, het gaat goed en je gaat trouwen, of weet ik veel, wat... ga je elkaar toch een keer zien. Dus het is ja, het... het is eigenlijk ook wel een beetje. Dus ik gek, vind dat niet zo. Ja. Maar ik, ik mix dat gewoon nooit zo goed. Nee. Bij mijn vorige relatie probeerde ik dat ook altijd uit elkaar te houden. <laughs> ja, dat is een Ja, beetje Maar zou het niet hoor. ook uh, logisch zijn dat je bepaalde mensen en werelden gewoon niet echt bij elkaar ziet? Want als jij bijvoorbeeld nadenkt aan de mensen die we omgaan, als ze die allemaal in één kamer zetten. Nee, maar ik denk eigenlijk dat het meer te maken heeft met wat je, dat je al bang bent voor de dingen die zouden kunnen gebeuren. Dus eigenlijk alleen maar uit angst waarom je dat doet. Het ongemak ook, denk ik. Ongemak en angst. Mm -hmm. Angst ook hoor. Ja. Niet alleen ongemak. Ik denk dat ongemak ook wel weer een deel van angst ook is, misschien wel. Het is heel ongemakkelijk, maar het is ook een beetje van. Als dit bij elkaar en het gaat clashen, dan heb ik dadelijk, krijg ik van die ene kant krijg ik dit te horen over die andere. En dan ja. zit daar tussenin. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Mm -hmm. Dat wil ik gewoon niet. Dus, dus dan hou ik het liever op. Maar ja, dat is weer iets anders als dat je elkaar niet begroet natuurlijk. Dat nee, dat is, ja, het is geen ongeschreven regel, denk ik. Nee. Wat was jouw tweede ding dan? Ja, dat is een goede Begroetingen vraag. op. Oh, je had iets met begroetingen oh, op. Oh ja, ook wanneer dan. het gewenst is om over jezelf te lullen en wanneer oh, ja. niet. Ja, dat is iets wat ik uh, hopelijk genoeg goed aanvoel. Maar er zijn wel echt ongeschreven regels in. Hè? Dat je bijvoorbeeld situaties. waar je bijvoorbeeld een neurotypische uh, uh, community. Hmm. Is dat een community eigenlijk? Weet ik veel. Mag je zo noemen, toch? De, de, mensen niet, de, club, de, de mensen die niet club bedoel je? De mensen die niet op het, het nee juist niet. Oh. De mensen die niet op het spectrum zitten. Oh, ja, ja. Laat ik het zo dan maar even zeggen. Ja. Ik vind neurotypisch eigenlijk als ik mezelf dat hoor zeggen, vind ik het ook een beetje. Ja, ik vind het alsof als, ik, als, ik zo onder één uh, kam allemaal moet scheren. Precies. Zeg dan dan vind je dat ik, zo? ik vind dat altijd als ik ik heb dat uh, sinds een jaar hoor ik jullie uh, jullie soort dat nekentje. Maar <laughs> Hoor jij dat? Oh wel? ja. <laughs> <Hoor ik laughs> Andersom jullie... maakt het ook zo, hè? Ik hoor dat. Ik hoor het wel zeggen. Ja. Ja, ik vind die, het ook ik cringe. Ik vind het een eigenlijk. hele cringy, Ja. Sorry uh, dat ik zo cringe ben. Nee, dat nee, nee, spijt dus. me. Maar degene die, zeg maar, um, uh, niet... Um, op spectrum zit. Uh, die geen andere hersenwerking, hersen... Ja, uh, nou, niet op spectrum ...prikkelverwerking... Niet zo moeilijk Heel wil even eromheen draaien, zodat ik ja, alle woorden heb gezegd andere... behalve... Nee, <laughs> al geintje. Spectrum. Ja, spectrum. Spectrum girl. Uh, ja. Die verwacht eigenlijk dat je, wanneer iemand wat vertelt over zichzelf, dat je niks van jezelf erin gooit. Dat, dat gewoon is niet helemaal volledig aandacht op die persoon is. Ja, maar dan in dat opzicht zou je zeggen dat ongeveer 90% van de wereld gewoon uh, autistisch is. Want, of, of, of neurotypisch, of weet ik wat, wat je wilde zeggen, neuro-untypisch? Ik weet het niet. Dat het, dat het allemaal hetzelfde is. Want ik heb. Kijk, ik ben iemand die niet over mezelf praat. mensen praat al, gaan altijd als je iets over jezelf zegt, gaan ze altijd over hun eigen shit praten. Dus ja, dat vind ik dus ook. Maar toch uh, lees ik dan ook online veel. Uh, dat juist autistische mensen altijd naar zichzelf draaien. Ja. Dat vind ik gek, want ik heb ook niks anders ervaren dan dat er gewoon tegen me aan geluld wordt over Zelfs alles. Zelfs uh, 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 moeders, vaders van uh, mensen waar ik mee omging. Iedereen mm -hmm. gaat altijd naar ze. Tuurlijk, ze tonen wel belangstelling, uh, maar iedereen lult het liefst over zichzelf. Echt iedereen. Ja. Behalve ik. <laughs> jij bent geweldig. Nee, ik hou ja. niet zo van over mezelf praten. Ik, maar ik doe je doet dat rotten. in de podcast toch wel? Ja, dus dat slaat ook nergens op wat ik zeg. Ik denk dat jij wel houdt van over jezelf praten, maar alleen bij mensen die luisteren. Ja, en mensen die het begrijpen. Ja. Ik heb nooit zin om dingen uit te leggen en zo. Ik mm -hmm. denk van, ja, kan, kan, dan heb je nu al twintig uh, uur aan uh, podcastmateriaal online, dus dan gaat dat maar je luisteren. je iets of niet begrijpt, ik, ja. Als je iets niet begrijpt. Nee, nee, maar ik, ik, ik ken weinig mensen die niet dingen over zichzelf... Uh, in een gesprek gooien, ja, ik krijg ook niet. Dus ik denk ook niet. Ik snap ook niet Kom, we gaan waarom met de verkeerde mensen om waarom dat dan soms zo uh, toch gecommuniceerd wordt. Van, ja, maar het ligt er ook aan waarmee je komt, denk ik. Als je over, met een eigen probleem komt, dan is het soms echt niet gewend dat je dan. Um, als iemand met een probleem naar je hmm. toe komt, is het soms echt niet gewenst dat je dan je eigen zorgen erbij gaat halen. Nee, maar dat is leuk. Want het probleem van die ander is op dat moment dan dat belangrijker. Dat is logisch. Ja, en toch vind ik daar uh, ook wat van, ja. want ik denk juist uh, als een ander zegt van is het een beetje zo en zo zoals ik dat heb ervaren toen, en een ander zegt van ja, dat lijkt er wel op, dat je dan je beter kan verdiepen in die ander, dat je dan vanuit dat klopt. Maar er zijn ook situaties waarin je gewoon kan luisteren en niet dat hoeft te doen. Dat weet ik. Maar dat is soms wel lastig, denk ik, als je het vanuit. aan uh, als iemand emotioneel is, moet je dat gewoon niet doen. Nee, oké. Okay, maar als je het echt probeert te begrijpen, ik ben ook iemand die vaak met tips vanuit mijn eigen ervaringen komt. Maar ja, als je geen tips wil, zeg dat dan ook alsjeblieft. Ik zeg, doe maar geen tips, gewoon alleen aanhoren. Ja, maar soms moet je, dat moet je wel eigenlijk een beetje aanvoelen. Soms. Ja, en dat vind ik dus lastig, denk okay. ik, het aanvoeren daarvan. Want ik zou denken, als ik ergens mee kom, dat is dan, dat, omdat ik dat dan vanuit mezelf bedenk, zou ik wel graag geholpen willen worden. Ja, we zijn altijd, ja, precies, want je bereden dit altijd aan jezelf en dat snap ja. ik op zich. En dat is ook logisch. Want dat dat is iedereen. toch ook logisch, ja? ja wat, an wat anders heb je ja, dan die ongeschreven regels blijkbaar. Ja, 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 is ja het is soms wel vermoeiend, hè? Het leven? Ik zit wel eens, als ik in gesprek ben met iemand... zit ik wel eens met al die dingen in mijn hoofd... dat ik denk, oké, niet te veel over mezelf. Ja, maar dat, dat maakt je echt... Zal iemand advies willen of moet ik alleen maar luisteren? Ja, maar daarin snap ik wel dat je vermoeid raakt. Want als je dat ook nog is en je moet nog iemand aanhoren... en daar ook nog eens mee bezig zijn, ja. dan kan je nooit 100%... en dan heb je helemaal mensen dat ze denken van... luister je wel eigenlijk? Nee, ik kan wel heel goed doen alsof ik luister. Ja, oké, okay, maar kan je het dan ook nog herhalen? Ja, tuurlijk. Oh. Ja, maar tijdens dat soort dingen gaan. Het is, daarom is het zo druk en ben ik zo uitgeput. Het gaat allemaal door elkaar heen. Ja, precies, snap ik wel. Ik luister en ik denk na en ik voel me onzeker. Nou. Maar nu ben je 16 december jarig. Ja. In een grondig groot feest ga ik geven. Oh, je leuk. Wordt 31. Ja, geweldig. En dan moet je mensen gaan groeten. Ja. <laughs> ja. Wat vind je daar lastig aan? Als je uh, mensen niet zo Nou ja, je komt op een verjaardag uh, waarin je mensen wel een soort van kent, maar niet heel goed kent. Uh, ik heb nog zo ongemakkelijk iets meegemaakt. Die situatie gebeurt niet vaak, maar. Ik ja. kwam eens een keer op een verjaardag. Was ik hierbij? Nee, dat okay. was echt, dat is jaren geleden. Toen was ik 20, 21, denk uh, uh. ik. En uh, dat, nou, die hele verjaardag, iedereen keek de andere kant op. <laughs> Wacht even, dus. Ik kom die kamer binnen en iedereen was bezig met iemand anders, keek de andere kant op. Dus maar jij wilde grote entrance. Nee, <laughs> je wilde, ik wilde, je wilde gewoon van iedereen geen trap ge afkomen lopen. Je weet toch wat, wat veel mensen tam, tam, doen. hè? Als ze binnenkomen als de kamer al vol zit, ja, ja. zeggen heel veel mensen: nou, iedereen gefeliciteerd hè? Ja. En die gaan verder. Uh, want anders moet je iedereen langs een handje geven. Een paar zoentjes. Nou, nee, dankje. Dat Lembertje vind ik echt verschrikkelijk. Ja... Uh, dus dat vond ik heerlijk, die boksperiode. Nou, ah, heerlijk. Of die ellebogen. Ja, die ellebogen. Heerlijk, yeah. ja. Uh, Moet je niet te hard doen, hè. Dan je dat stroomboordje doen pijn. Dus iedereen keek de andere kant op. En ik dacht, kortsluiting. Ik dacht niks eigenlijk. Kortsluiting. ik kon er gewoon rustiger in dan. Ik kan dan. dan maar gewoon gaan zitten, inderdaad. Ja. Dus dat heb je gedaan? Ja. Toen kreeg ik daarna te horen dat het wel netjes was als ik me even langs oh, iedereen was gegaan. was met uh, je ex-vriend, of niet? Ja. Mm. ja. Ben je erop aangepakt? Ja. Ik weet maar, niet eens of die mensen het gezegd hebben, want het was narc, dus. oh, dat was nogal nark. Oh, het was die gozer. <laughs> ja. Dat het een ander was. Nee. Dieetje, die relatie van jou allemaal. Hè? Ja. Oef. Ja, je hoort het achteraf toch pas van hem. Ja. ja. Dus ik weet niet eens of het echt gezegd is, maar ja, het flikte die wel eens vaker. Ja, die vieze recluder. Wat onzeker maken. Ja, dat is altijd goed toch voor je eigen waarde. Nou, dat is heerlijk voor je eigen nee, waarde. Ja, ik vind dus altijd als je op zo'n verjaardag komt. En je, nou, ik kom niet. Eigenlijk het liefst, heel eerlijk gezegd, ja, ik vind het altijd lullig om te zeggen tegen anderen, maar ik kom het liefst niet op verjaardagen. Ik vier hem zelf ook niet. Maar goed, kom ik op verjaardagen, dan vind ik het altijd lastig. Want dan denk ik van ik wil niet. Ja, ik vind het prima om iedereen af te gaan, eigenlijk ergens. Maar als kind vond ik het al verschrikkelijk. Mm -hmm. Als kind vond ik al ja. dus kwam ik binnen en denk al die fucking mensen komen kom... al die lippen op je af. Ah, nou, dat hadden ze gelukkig niet. Het was nee? meer hand, hand, nee, was meer handtastelijk. Oh. Ik werd het altijd allemaal gezoend. Nee, nou, niet op mijn lipjes hoor. Ah, oké. Okay. Nee, maar ik. ik, ik ja, ik heb dat als kind al, dat ik dacht van, oh, ik vind het zo ongemakkelijk. Waarom moet je mensen langs? En je gaat tegen kinderen zeggen, ga maar even iedereen langs, netjes. Dat deden mijn ouders ook altijd. Ik doe dat ook altijd wel netjes, maar ik toch vind het altijd... En waarom? Ik ben, heb me wel eens afgevraagd, waarom vind ik dat zo ongemakkelijk? Wat is daar ongemakkelijk aan? Want in principe iedereen doet het. Omdat je bij iedereen moet beslissen, dat is het. wat past erbij? Dat is waar. Want inderdaad, de ene doet een knuffel en de ja. andere doet een halve, halve zoen. De andere doet een halve mm -hmm. box. De ene, dan, ik heb wel eens een keer gehad dat ik iemand zo deed en dat die een box wilde doen. omdat het, ik denk van vet ongemakkelijk. Nu oh wacht ja, heel ongemakkelijk. We hebben het toch gehad. We hebben ik mm -hmm. een keer gehad? Ja. Was je bij? Ja, daar werd ik zelfs ongemakkelijk van. Ik denk echt van. <laughs> ja. Ja. Hoe dan? Ja. Maar goed, um, ik denk dat het allemaal te groot maakt in ons hoofd en gewoon uh, moet niet ja, te veel moeten echt nadenken als, als, Ja, maar ik toch denk ik mag het een keer opgeschreven worden, de ongeschreven ja, regels. Ja, zouden we niet het ongeschreven regelboek kunnen maken? Ja, en dat we allemaal even bijdragen doen. Iedereen van de podcast. Gezellig podcast. Iedereen gewoon een bijdrage doet. Gewoon iedereen zegt, dit is een ongeschreven regel, ja. die moet erin. En noem ze hieronder allemaal op. We ja. gaan ze opschrijven. Ja. En dan gaan we een grote campagne gaan we voeren. Klein boekje wordt het dan De ongeschreven, ongeschreven regels. regels. Een grote ongeschreven regelsboek van, uh, van maar 90 pagina's. <laughs> dan blijft het lekker voordelig. Dat is waar, ja. <laughs> ja. Dan wordt het wel in je boek, toch? Nee, is toch leuk. Moet het echt het Fysiek boek boekje. Ja. En die kun je dan winnen. De vetgezellig ongeschreven regels. Ja. De, onge regels nou, de ja. ongeschreven regels van vetgezellig. De vetgezellig ongeschreven regels. Waarom is het alles met de vetgezellig? Omdat ja, het... Er is zo gericht branding. op eigen brand. White Branding. <laughs> ik vind het altijd raar als mensen me vetgezellig noemen. En, want ja, dan denk doen ik ze dat? Van, ja. ja. Maar goed. Er komt dus een ongeschreven regelboekje. Wil je daar aan bijdragen? Dit hebben we trouwens nu net bedacht. Ja. In de comments. Allemaal... Type. alle dingen. Want Ja, daar hebben... maak er vooral een grappig verhaal van. Daar kunnen we ook wat leuke verhaaltjes erin uh, verwerken. Ja, dat is wel leuk, inderdaad. Dat ja. jij even zegt hoe jij erachter kwam dat dat iets een ongeschreven regel dat was. Dat ja, dat is toch leuk? Kunnen we kunnen er ook een uitbrengen, Dan zeg je, dat kan uh, wel echt te doen. Dan ja, kunnen we ook een e-book ervan maken. Ja, dat ook. En lekker hier neerzetten. De, de ongeschreven regels van vetgezellen. Ja, dat is toch grappig. De ongeschreven regelbijbel. Is dit, bestaat het niet al? Nou, dat lijkt me wel weer een ding wat al bestaat inderdaad. De ongeschreven, ja, dit moeten we gaan googelen. De ongeschreven sociale regels. Alsnog mag je jouw ongeschreven, ongeschreven regels. Maar dat is nog een grappig boekje natuurlijk als je grappige ervaringen doet. Ja, want van we onze 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 op Instagram kunnen we dan ook zetten van, oké, okay, wat vinden de meeste mensen? En dat gaan we dan stemmen en dat wordt dan de ongeschreven regel. <laughs> Die nu wel geschreven is. Maar zou het niet heerlijk zijn als we onze eigen ongeschreven regels dan maken? Bijvoorbeeld is een ongeschreven regel dat je iemand geen gedag mag zeggen op straat... als je die niet langer dan zoveel weken kent. Ja, als je diegene pas drie weken ja, maar dan ga je echt heel erg ver. Hè? Want nee, Als je nou weet dat iemand bestaat en hij weet jou bestaan... maar je hebt elkaar nooit gesproken, ga je elkaar dan groeten? Nee, nee. Nee, dat mag dan niet. Dat is een ongeschreven regel. dan worden we ja. wel lastig. Oh. Nou, mochten mensen hier aan mee willen helpen... we willen dus een boekje gaan opzetten. Dan gaan we nog een podcast eraan wijden... want dan weet ik zeker... dat kunnen we al die dingen ook gaan voorlezen en zo. Ja. De ongeschreven... Gaan we nog iets aan maken? dat is toch grappig? Ja, oké. Okay. Dat is wel leuk, ja. ja. Het ongeschreven regelboekje. Ja. ja. Ik denk niet dat we binnen een week af hebben... maar het is wel een leuk idee. Nee, zeker niet. je van de hek? En dat is deze week... Een geweldig poekateetje. Pukate. Ja, eigenlijk poeka in, in, het, in, het, uh, in het algemeen, toch? Ja, poekatee is dit... geweldig... Ja, ik vind deze lekker, hoor. Welke is dit? Uh, deze is de Elderberry... En die andere kan ik niet uitspreken. Wil jij het proberen? Elderberry en Echinacea. Echinacea. Nou, oké. Okay, nou, zoiets. C. Echinacea. Echinacea, alles... denk ik. Ik vind alles met Elderberry eigenlijk... Oh, je staat met een Q. Ja, dat is uh, Frans. Dat is geen Q, hoor, schat. Staat hier. Hè? Waar zie ik dan? Ik zag net een Q staan. Ja, dat is... snel omdraaien. Oh, oh, ik denk dat je biologic. Het is een zie je? Dus dit zag je met een Q. Ah, ja, dat is welke, ja. Maar uh, alles van PUKA is lekker. Ja, want we hebben natuurlijk laatst een uh, test gedaan met allemaal adventskalenders. Hadden hadden die PUKA-versie er ook op. Ja. Staan. Dus die moeten we eigenlijk nog wel kopen voor december, vind ik. Ja, ik vind dat echt een leuk uh, kalender Want. Thee eh uh, kalender. Thee uh, kalender. Want we gaan natuurlijk al die theezakjes... Uh, heb je die al opgestuurd naar iemand of moet die nog uh, gebeuren? Dat moet nog gebeuren. Oké, okay, dus we kunnen er zelf niet meer van uh, genieten. Wacht even, maar als het nog niet gebeurd was, als het wel gebeurd was, dan hadden we er ook niet van kunnen genieten, toch? Nee, dat is eigenlijk ook waar. Maar had je stiekem dus nog we wat deze... kunnen vervangen door elderberry, toch? Ja, het is een ongeschreven toch? regel om dit dus niet te doen, hè? Deze maar we hadden alles dingen. in elderberry kunnen veranderen natuurlijk, want die heb ik hier al liggen. Elderberry. 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 Dat is vlierbloesem, toch? Vlierbloesem? Elderberry? Dat is ja. Elder Elderflower. Elderflower, inderdaad. Vlierbes? Vlierbessen? Nou, geweldig. Dat is de snack van de week. <laughs> Leuke snack van de week, meid. Vind je? Nee. Je vindt het onzin, hè? Beetje. Maar thee is toch lekker? Thee is kan lekker zijn, maar niet te veel thee okay. in het leven. Nou, en wil je nog wat uh, belangrijks vertellen? Heb je nog iets uh, sponnen? Sponnen? Zo, dat zou wel lekker zijn als ik nog iets Sponnen had. Elke aflevering een sponnetje. Nou, als dat zou kunnen, graag. Ja. Nee, we hebben nog wel iets leuks. Want we gaan, eh, dat wil ik wel even oproepen. Misschien zijn er mensen die in winkels werken, in boekenwinkels, in cadeauwinkels. In ja, in de leuke verzamelwinkeltjes. Misschien werk jij er wel. Ja, want we zijn bezig met een uh, display voor het spel, voor op toonbanken. En of gewoon in de, in de schappen, toch? Schappen, maar liefst toonbanken. Dan ja, Dat wil je, is je wel, hè? Graag is wel, ja. ja. Maar um, daar zijn we aan het ontwikkelen. Een, een leuk display waarin allebei de spellen kunnen. Um, en binnenkort hoop ik dat die ook klaar is. Dan zal ik hem ook weer in de podcast uh, laten zien. Als je het luistert, niet natuurlijk. Maar mocht jij nou iemand zijn met een, 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 nou, een, 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 een oom, een broer, een, 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 of een zelf. tante, een, uh, of zelf met een winkel, of werkt bij een winkel, of de waar dat gewoon bij zou kunnen werken contact ons info@fedgezellig.nl ja. uh, want die spellen ik zal ze trouwens in de podcast laten zien mocht je het nog niet gezien hebben zijn superleuk en we willen er volgend jaar nog meer mee gaan uitbreiden uh, waaronder dus oh, ook komt. in winkels oh de achterkant is wel zo nou maar ja, nee. um, om het in winkels te krijgen want het is gewoon ik weet zeker dat er hier gewoon nog veel meer publiek voor is dan dat we mm -hmm. nu aanspreken. Dus we, dit zijn we aan het ontwikkelen. Maar we willen het natuurlijk ook in winkels zetten. We, we hebben al wel tip van uh, bijvoorbeeld gisteren zijn we zus uh, bij waar. Misschien is het een mm -hmm. interessant iets. Maar mocht je nou gewoon tips hebben of iemand kennen die Of een, een leuk koffie. Of een, uh, een leuk Ook een goede, denk ik. Ja. Um, laat het weten, want wellicht kunnen we dan verkooppunten gaan uh, ook toevoegen op de site. Heel leuk ja. Toch? Ja. Dus uh, mocht je ons willen helpen heel graag. Heb jij nog iets uh, leuks te mede te delen? Iets uh, te uh, vragen? Iets ja, te, uh, ik benen? ga het display onderwerpen, dus daar heb ik heel veel zin in. Ja, nou, dat is weer even mij ge. Moest je het weer over jezelf hebben? Weer het is wel weer even... Was dit niet gewenst? Het is niet gewenst. Oké, okay, nou ja. sorry. Mijn Tot. excuses. Tot volgende.